We willen het woord geven om kort in te gaan op het project van schoolvoeding. Zoals ik eerder zei, zal het getrokken worden door het kabinet van de First Lady. En die gaan die heeft zich georiënteerd. Mag ik de First Lady de gelegenheid geven? Nou, de bedoeling is eigenlijk dat onderwijs, volksgezondheid, sociale zaken en LVV eigenlijk dit project gaan doen. Ik ben slechts ondersteuning. Ik ben gaan kijken hoe het daar aan toe gaat, omdat Brazilië vanaf 1956 al met dit project bezig is en het is eigenlijk de grootste ter wereld. Dus we hoeven het veel niet uit te vinden, we kunnen het van hun leren en ze willen ons alle assistentie verlenen. De bedoeling is dat de kinderen op school voeding gaan krijgen. Op de scholen komen de keukens en van daaruit worden de kinderen gevoed. De leerkrachten gaan geleerd worden om eigenlijk een gezonde menu op te stellen, want het is ook belangrijk dat de kinderen gezond leren eten. En hoe je ook je voedsel opslaat. Belangrijk is dan ook dat de boeren in de buurt iets kunnen verkopen aan de scholen. Kortom, het is belangrijk voor ieder daar in de buurt. En wij willen voorlopig een pilot gaan draaien. U begrijpt, de eerste keer is het niet goed gegaan, onze naschoolse opvang. Dus wij willen dat we het rustig gaan doen, alle kinderziektes opruimen, zodat we het alle kneepjes onder de knie kunnen hebben. Zodat we weten dat mensen ons niet meer allerlei dingen via de radio gaan zeggen, vooral je weet, politieke tijd, dat het niet goed is, dat het is mislukt. We willen dat het lukt. En we hebben de ondersteuning van Brazilië. Ze gaan ons daarbij helpen. En dat is de bedoeling. Ik heb het gezien daar op school in Brazilië. De kindertjes kregen na school, voor ze weggaan, kregen ze hun voeding. De keuken is daar, er wordt geplant, ze hebben ook een tuin. Kortom, het is een. Ik denk dat het kan slagen in Suriname. Onze naschoolse opvang. Naschoolse opvang, ik kan u zeggen, was een geweldige uitvinding van de regering. En helaas, asoet oppo. De First Lady gaat weer beginnen. In ondersteuning met mevrouw Ferrier, dat we een pilot gaan draaien, omdat de nood daar is. We hebben lessen geleerd en laten we nu proberen uit die gemaakte fouten, zal het ons nog lukken om voor eind 1919 om weer van start te gaan met het naschoolsproject. Zal het lukken? Ik heb een vraag aan de First Lady over het schoolvoedingsproject. Maar daar hebben we ook het naschoolse opvangproject dat de president heeft aangekondigd. Is dat hetzelfde? Moet het een voorloper zijn? Want het lijkt me dat het accent meer zal liggen op voeding. Terwijl naschoolse opvang, daar lag het accent meer op de naschoolse begeleiding van het kind en daarna voeding. Kunt u precies duidelijkheid aan? Dank u wel. Eigenlijk, de president heeft een fout gemaakt. En die zeggen schoolvoeding, geen naschoolse opvang. Voorlopig gaan we alleen bezig zijn met schoolvoeding. Kinderen gaan voeding op school krijgen. Dat is de bedoeling. Misschien in een later fase gaan we kijken hoe dat uitpakt als we ook naschoolse opvangen bij kunnen doen. Maar dat is voorlopig niet ter sprake. Voorlopig is alleen voeding, schoolvoeding. Schoolvoeding, ja. Mijn excuses als ik het inderdaad verkeerd heb overgebracht. Dank voor voeding.